want dat viel mij wel op in mijn omgeving. Dat mensen denken, oké, je bent 19, je gaat bijna werken, dus je kan je eigen boontjes doppen en het loopt wel. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wilde Gesprekken. De Wilde Gesprekken. Dag uit. Hallo Leslie. Hoe is het met jou? Goed met jou. Ik krijg daar mijn tweede vaccinatie. Ik ben heel enthousiast. Ah, super dit. Ja. Ik kan echt niet wachten. Mensen dit luisteren nu, het is eigenlijk zeg maar augustus of september die kant op. Dat maak je geen zorgen. Dat is van tevoren opgenomen al maanden. Dus, ja. Nee. Aard is al een tijdje veilig. Ja. Ja, ik heb mijn tweede vaccinatie 3 weken geleden gehad. Alleen ik mag nog steeds niet op mijn app. Nee? Want volgens mijn app heb ik maar 1 vaccinatie gehad. Dat is echt die corona-app. Ik heb denk ik inmiddels de afgelopen anderhalve week... pakweg 6,5 uur in totaal met GGD en telefoon gehangen. Oh, gezellig. Ja, dus in eerste instantie dachten ze dat ze mijn vaccinatie kwijt waren. Ik weet niet of jullie dan mijn arm gespoten hebben, maar wel iets. Ja. Dus ik wilde ze dat graag willen weten. Toen hebben ze hem gevonden, toen hebben ze hem geregistreerd. Alleen nog niet van mij. Dat is zund. Ja, onhandig vooral. Ja, met mijn gegeten had, want ik hoef toch nergens heen met mijn QR-code. Maar het zou toch wel fijn zijn als ik hem keer zou kunnen krijgen. Je wilt ook naar Engeland binnenkomen? Ja, dat is in oktober pas. Okay. Eind september. Ja, dan hebben ze nog even. Ja, precies. Dan tegen die tijd hoop ik wel dat ze dat kunnen doen. Nou, trouwens, Engeland mag geen reden uit, omdat je moet sowieso testen daar. Want het hoort niet meer bij de EU. Oké. Dus dat mag verder niet. Goed. Ja. Hey, wie hebben we vandaag aan tafel zitten, Aard? Sarah en Anouk. Hoi. Hallo. Sarah en Anouk. Hi. Welkom. Jullie zijn buddies van stichting... Villa Pinedo. Ja. Ik zeg altijd Villa Pineda op een andere manier, maar het is Villa Pinedo. Ja. Wat voor stichting is Villa Pinedo, Sarah? Het is een stichting die zich richt op kinderen van gescheiden ouders. Op kinderen van gescheiden ouders? Ja, kinderen van gescheiden ouders. Ja. Oké, en jullie zijn buddies. Anouk, wat houdt dat in? Ja, dat betekent dat ik als buddy kinderen onder me heb die ik help. Dus als kids vragen hebben of ze willen een keer met je kletsen, dan kunnen ze zich aanmelden bij Villa Pinedo. Mm-hmm. En via de app van Villa Pinedo hebben wij contact. Ja. Dus een aparte app of via WhatsApp, zeg maar? Nee, een aparte app. Ja. Dan kunnen ze jou een bericht sturen en dan kan je ze een steunend woord toespreken. Ja, een advies geven of een tip of gewoon even kletsen of een luisterend oor bieden. Ja. Oké, mooi. Kunnen jullie wat meer vertellen over die stichting? Ja, hij is opgericht door Marcia Pinedo. Mm-hmm. Marcia heeft wel besloten een paar maanden geleden om te stoppen als directeur. Hij blijft natuurlijk wel aanwezig nog. Mm-hmm. Maar daar gaat wel iets in veranderen. Maar Marcia heeft ooit opgericht als stichting ook om cursussen en zo te geven voor juist gescheiden ouders. Mm-hmm. Maar door de jaren heen is het zo gegroeid dat het echt vooral gericht is op kinderen van gescheiden ouders. Met onder andere het buddyproject dat een paar jaar geleden is opgestart. Maar ook het forum waar kinderen vragen kunnen stellen. Ze hebben open brieven op de website staan. Dus bijvoorbeeld een open brief aan de ouders van gescheiden kinderen. Of voor de kinderen. Zo, kom je in woorden. Een open brief. Aan de ouders van de kinderen, zeg maar. Dus was bijvoorbeeld, hebben allemaal informatie verzameld van mijn kinderen. Van wat vinden ze nou fijn? Wat ouders moeten weten als ze gescheiden zijn. Waar hebben zij belang bij? Wat willen ze graag zien of wat niet? En ondertussen is eigenlijk uitgegroeid tot een hele grote stichting. Waar ze met een paar man begonnen hebben. Nu iets van 400 buddies, geloof ik. 450 buddies inderdaad. Ja. Zo. En die, dat is best flink. En die hebben allemaal 2 of 3 leerlingen. Of sorry, leerlingen, ik ben het denken. Kinderen van gescheiden ouders die jullie helpen. Ja, wees wel. Dat is fantastisch. Ja, we gaan het vandaag hebben over het onderwerp is eigenlijk scheiding of ouders die uit elkaar gaan. En dat gaat helaas te vaak, heel vaak en op een niet fijne manier. En het doel van deze podcast is dat we met jullie persoonlijke verhaal en jullie werk van de stichting misschien zowel kinderen als ouders als leraren, want veel leraren luisteren ook. Of misschien gewoon vriendjes en vriendinnetjes. Hoe kun je een kind van een gescheiden ouder het beste helpen? Of misschien de ouders, want als de ouders geholpen zijn, is iedereen geholpen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Zullen we beginnen bij jullie persoonlijk verhaal, zeg maar? Hoe zijn jullie bij die stichting terechtgekomen? Dat is niet meer niks, want jullie zijn ook ervaringsdeskundigen. Ja. Ja, en Anouk, laten we met jou beginnen. Hoe ben je hier het begin van je ouders zijn dus gescheiden. En hoe is dat gebeurd? En hoe was het voor jou? En hoe ben je bij stichting Villa Pineda terechtgekomen? Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 19 was. Ik ben nu 26, dus 7 jaar geleden. Mm-hmm. Ik ben enig kind. En ik vond het heel lastig om... met die situatie om te gaan. Want uiteindelijk sta je er toch alleen voor. Ja. Je ouders maken die beslissing en jij moet er maar mee dealen. En toen heb ik zelf hulp gezocht bij Villa Pinedo. Dus ik heb zelf eerst een buddy gehad. Oké. Ik had toen ook expliciet gevraagd om iemand die enig kind was. En die kreeg ik ook en daar heb ik superveel aan gehad. Dus heel veel ook inderdaad gechat en gekletst. En
tips gevraagd. En als ik me niet lekker in mijn vel voelde, ik kon altijd contact opnemen. Dus dat was super fijn. En toen die pijn een beetje gezakt was, toen dacht ik, ja, ik wil dat zelf ook. Ik wil zelf ook kinderen gaan helpen. Want ik weet gewoon hoe fijn het is om met iemand te praten die echt weet wat je voelt. En toen ben ik uiteindelijk zelf buddy geworden. Ja. Denk je dat het zwaarder is voor een enig kind om gescheiden ouders te hebben? Ja, weet ik niet per se. Ik denk dat de situatie voor ieder kind op zijn eigen manier zwaar is. Mm-hmm. Maar het is misschien wel fijn om af en toe met een broertje of zusje van... Hey, wat papa nou weer zei of mama deed zo vervelend. Dan kun je dat misschien wel overleggen. Dat had ik niet. Maar ik denk dat een scheiding voor ieder kind op zich even zwaar is op zijn of haar manier. Ja, oké. Okay. Helder. Sarah, jouw persoonlijke vraag. Ja, ik zat net in het eerste jaar van mijn studie sociaal-pedagogische hulpverlener. Ja, hoe oud ben je dan? Hoe oud was je toen? Ik ben nu 26, toen was ik volgens mij 20 toen ik aan mijn opleiding begon. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 18 was. Ja. Dus toen was ik ook al wat ouder. Bij mij zat een klasgenootje in mijn klas. En haar moeder had een beetje connecties door heel Nederland heen. En op een gegeven moment zei ze van... Oh, ik ga naar een training om buddy te worden via de Pinedo. Misschien is dat ook iets voor jou. Dus had ze mij een link doorgestuurd en had gekeken. En dacht eigenlijk van... Oh, dit past wel echt bij mij. En super interessant. En me aangemeld. En een paar maanden later zat ik bij de eerste training voor buddies. Mooi. Ja. En de scheiding van je ouders, hoe ging die? Er was altijd al wel veel ruzie in huis, zeg maar. Ja. Ik heb niet zo'n goede band met mijn vader ook nooit gehad. Dus ik had veel ruzie tussen mij en mijn vader. En eigenlijk riep ik al heel cru gezegd vanaf mijn 12e, waarom gaan jullie niet uit elkaar? Oké. Maar dat wilde mijn vader absoluut niet. Mijn moeder heeft wel een paar keer gezegd van nou, we gaan echt scheiden. En elke keer toch weer doorgezet. En dat is een paar jaar zo doorgegaan. En uiteindelijk heeft mijn moeder toch de knoop doorgehakt en gezegd, we gaan nu scheiden. Daar was mijn vader eigenlijk absoluut niet mee eens. Maar ja, die keuze heb je niet in eentje. Nee. Toen heeft mijn vader nog een half jaar bij ons gewoond. Toen heeft hij een eigen huisje kunnen huren. En voor mij kwam het dus niet echt als een klap. Nee. Ik zag het eigenlijk al aankomen. Ik voelde het al aankomen. En het was meer een opluchting. Een opluchting? Ja, okay, dat klinkt heel gek misschien. Nee, dat hoor ik inderdaad wel vaak. Ja, er was gewoon heel veel ruzie thuis. En... was fijn dat die ruzie er niet meer was, zeg maar. Ja, rust in de tent. Ja, duidelijkheid. Ja, zeker. Ik heb nog een zusje van 2 jaar jonger. Mm-hmm. Die vond het wel moeilijk. Ja. Die zag het ook niet aankomen. Die zag het niet aankomen? Nee. Okay. Die heeft wel veel moeite mee gehad. Die heeft ook nog een tijdje om de week bij mijn vader gewoond. Om de week bij mijn moeder. Mm-hmm. En ik heb alleen bij mijn moeder gewoond. Ja. Ja. Oké. Okay. En als je zeg maar kijkt naar die tijd terug... Wat vind je dan het zwaarste? Zeg maar, want jij was zo van opgelucht. Ja. Maar toch had jij een soort van de... Je hebt zelf niet een buddy gehad. Nee, jij wilde echt helpen. Ja. En jij hebt een buddy gehad. In ja, klopt. Okay, dan even, Anouk, als je kijkt op die tijd. Wat vond je zo zwaar eraan? Kwam het uit het niets wel voor jou? Of ja, het kwam voor mij uit het niets. Ik had het totaal niet aanzien komen. Nee. Dus dat was al heel zwaar. En op het begin dacht ik van, nou ja, weet je, dit lukt mezelf wel. Ik heb daar geen hulp bij nodig en ik kan dit zelf wel verwerken. Maar dat was gewoon niet zo. Want je voelt je zo onbegrepen als je niemand in jouw omgeving hebt met gescheiden ouders. Je raakt gewoon een stukje van jezelf kwijt. Je ontstaat of je bestaat 50% uit je moeder, 50% uit je vader. En jouw stabiele basis is van de een op de andere dag weg. Ja. En dat vond ik zo heftig. Dus ik had die hulp heel hard nodig. En ik vond het ook super fijn dat er ook was. Dat ik die kans kreeg om daar ook gewoon mezelf voor aan te melden. En dat Villa Pinedo er was om mij te helpen. Ja. Maar toen was je toch al 18 of 19 was je 19, toen. Ja. En toch dat je dan steun hebt. Kijk, mijn beeld van zo'n buddy is dat jullie appen met een jongen of een meisje van 8 of 12 of zo, snap je? Maar dus mensen van 18, 19 kunnen er ook heel veel steun nog aan hebben. Ja, dat is mooi zeker. Te zien. Ja. Want het is misschien een laagdrempeliger iets dan bijvoorbeeld een psycholoog opzoeken. Ja, daar ben ik ook geweest. Ja. Maar dit is wel omdat je met leeftijdsgenoten contact hebt. Ja. En ook al, ik was al volwassen, ik was 19 en toch had ik die hulp echt heel hard nodig. Ja. Ja. Ja, want tot 23 kun je ook aanmelden voor een buddy. 10 tot 23 jaar, dat is de leeftijdscategorie waarvoor je aan kan melden. Om een buddy te krijgen. Dus ik heb ook echt wel met al oudere meiden dat ik contact heb gehad. Ook van in de 20. Ja. Of eind tienerjaren. Ja. Okay. Mooi. En wat het scheiden. Ik heb er zelf
gelukkig geen ervaring mee. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Mijn vriendin die heeft al sinds de 12 in contact met haar vader. Was ook echt altijd, vergelijkbaar met wat jij zei, altijd ruzie. En we gaan scheiden en toch niet. En scheiden en toch niet. En af en toe dan heb ik hier bijvoorbeeld een leerling. Een van mijn standaard vragen op de intake is... zijn jullie nog bij elkaar of zijn de ouders nog bij elkaar? Ja. Want dat is gewoon, ik moet gewoon de gezinssituatie weten. Ja. En dan hoor ik af en toe echt schrijnende verhalen. En dan kom ik thuis bij mijn vriendin en zeg ik van nou, vandaag hoorde ik dit en zo. En dan zegt zij aard, ja, koester maar gewoon dat jij echt niet kan voorstellen hoe dat is. Zeg maar. Die, zij zegt, je hebt geen idee hoe het is om in zo'n situatie te dealen. Echt een vechtscheiding. En daarna ook nog met je op een gegeven moment je nieuwe stieffamilie om moet gaan, zeg maar. Kijk, jullie waren dan al richting het huis uit, denk ik. Ik weet niet of jullie ooit hebben samengewoond met stiefbroertjes. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment moet je die nieuwe kinderen ook maar leuk vinden. En nieuwe partners en zo. Ja. Ja, maar je zou maar eens acht zijn. En iedere week met een rugzakje van papa naar mama gebracht moeten worden. En, dat is afschuwelijk. Ik ben heel blij dat ik dat nooit heb mee hoeven maken. Maar inderdaad, de schrijnende verhalen die je hoort. Nee. Hebben jullie coaches, mensen die jullie helpen, die dat wel meemaken? Of is het, worden jullie echt wel op leeftijds... Nou, ik heb een meisje onder mij gehad, nu niet meer. Maar zij kwam zelf uit een gezin van 4 kinderen. Oh. En vader had een nieuwe vriendin met 3 kinderen en moeder ook weer een nieuwe vriend met 4 kinderen. Dus dan heb je aan de ene kant 4 stiefbroers en zussen en aan de andere kant ook nog eens 3. En dan ben je zelf ook nog eens met 4. Nou, we gaan er maar aan staan. Ja, dat is heel heftig. Dat is echt heftig, hoor. Dat is heel heftig. Ja. Ja, dat is... Dus dat soort verhalen hoor je wel, ja. Nee. Ja. En jij had geen mensen in jouw omgeving die ook gescheiden waren? Nee. Nee, dus je kon er ook niet even mee praten. Dus dat was Villa Pinedo echt een uitkomst. Ja, ja. Oké. Okay. Weet jullie wat de meest gemaakte fouten zijn tussen in huwelijken, zeg maar, of relaties? Dat je denkt van, dit horen we zo vaak terugkomen, van dit kunnen we ook als tip aan ouders meegeven, zeg maar. Ja, we zijn natuurlijk geen relatie-experts. Nee. Maar een van de meest voorkomende dingen die ik hoor is gewoon communicatie die gewoon niet werkt. Gewoon heel veel ruzie of gewoon negatief onderling over elkaar praten, vooral ook als ze gescheiden zijn. Mm-hmm. Dus dan ook echt merken dat een kind heel vaak een postduif is van de ene ouder voor de andere. En andersom. Papa zei dit, mama zei dit. Ja, maar ook tijdens de scheiding, wat ik dan wel eens hoor van kinderen die ik onder me heb, die dan ook wel zeggen van ja, ze zijn nog binnen in de scheiding, ze zijn bijna gescheiden, ik had niet aan ze komen, ik vind het heftig, maar ze praten niet meer tegen elkaar, alleen maar ruzie, alleen maar aan het schreeuwen. En dat is toch wel wat ik het vaakste hoor bij de kinderen waarmee ik chat. Dus ik denk dat communicatie gewoon een van, ja, het niet communiceren of het verkeerd communiceren een van de meest gemaakte fouten zijn in dat opzicht. Nee. Ja, dat denk ik ook. Dat kan ik wel bij aansluiten, ja. Ja, communicatie. Ja. En was dat bij jullie ook zo? Dat het zo de scheiding ging? Of was het echt een break van, we praten niet meer met elkaar? Nee, mijn vader stond dus ook niet achter de scheiding. Dus die heeft ook heel lang wel geprobeerd om contact met mijn moeder te houden, zeg maar. Dat is een tijdje nog wel redelijk goed gegaan, maar op een gegeven moment ging het een beetje de verkeerde kant op. Toen heeft mijn moeder er ook al meer een punt achter gezet en meer die stap teruggenomen. En nu praat ze eigenlijk niet meer echt met elkaar. En vaak hoor je wel, zelfs nu op mijn leeftijd hoor ik nog allebei ze wel negatief over elkaar praten. Ja. En dat is niet heel vaak, maar als dan de een of de ander te sprake komt, dan is het altijd wel. Ze proberen altijd wel een beetje net die punten op te zoeken van, oh kijk, maar ik doe dit beter, oh kijk, ik doe dit beter. Ja. En dat zelfs nu nog, na al die jaren. En nu dat ik en mijn zusje al bij wel goed vast zijn. Ja, ja, nee. Maar kijk, wat misschien scheelt bij jullie leeftijd, dat er ook geen dingen meer spelen zoals alimentatie en dat soort dingen, toch? Ja. Dat is, ja, bij mijn zusje toen nog wel. Ja, toen nog, maar nou niet meer, denk ik. Nou niet meer. Nee. Dan is het misschien ook makkelijk om afstand van elkaar te nemen. Want het is misschien ook heel pijnlijk als hij iedere maand geld moet betalen en ze heeft een nieuwe partner, als hij het niet mee eens was. Ik heb niet per se over jouw vader, maar over in het algemeen. Dat het dan als wat, dan komt er wat meer afstand, denk ik. Ja. En hoor je ook niet iedere keer meer aan herinneren. Nee, dat scheelt wel, hoor. Dat met verjaardagen is dan soms nog, zeg maar, dat ze elkaar dan zien. Maar dat is ook niet vaak meer. En dan kunnen ze wel door één deur, zeg maar. Dan is het wel prima. Ze negeren elkaar een beetje. Zeg, hoor je tegen elkaar vragen hoe het gaat. En verder blijven ze allebei aan de ene kant van de kamer. Zeg maar, de ene aan de ene kant, de andere kant. En dan. Ja. Was je aan het studeren? Was je op school? Was je aan het werk toen het gebeurde? Toen je ouders ging scheiden? Ja, ik zat in mijn afstuderen. Dus ik zat van mijn secretaresseopleiding. Ja, ja, ik was eigenlijk in mijn afrondende stage. En toen gingen mijn ouders uit elkaar.
En toen in september, ja, mei zijn mijn ouders uit elkaar gegaan en in september ben ik begonnen met werken. Ja, oké. Okay. En heeft dat jouw werk of studie nog beïnvloed? Nee, dat eigenlijk niet. Ik heb het op mijn stageadres volgens mij niet eens verteld, want ik dacht, ik ben hier zo kort. Ja, ik zet mijn zin in nu gewoon op mijn stage en ik probeer ook afleiding te zoeken. Ja. En bij mijn nieuwe werkgever uiteraard wel verteld, maar niet dat ik daar last van ondervonden heb tijdens het werk. Nee. Stel luisteren naar leerlingen of kinderen zeg maar van middelbare schoolleeftijd en hun vriendje of vriendinnetje gaat scheiden. En ze hebben er zelf geen ervaring mee. Hoe kunnen die leerlingen of die kinderen hun andere vriendje of vriendinnetje helpen? Ja, ik denk gewoon vooral voor degene dat er zijn. Door te benoemen van, ik snap misschien niet waar je doorheen gaat, maar ik wil wel weten van, ik ben er voor je. En als je erover wil praten, dan luister ik, zeg maar. Dus ook echt als vriendje of vriendinnetje zijn, gewoon echt luisteren naar diegene. Ik denk dat dat al heel veel helpt, want heel vaak is, ja, ik snap jou niet. Dus het zal wel, vooral op die leeftijd natuurlijk, heb je ook heel andere interesses misschien, als je het niet mee hebt gemaakt. Ja. Maar toch gewoon even zijn, even luisteren, misschien even afleiden, leuke dingen doen. Ik denk dat ook wel echt al helpt. Gewoon even samen naar de bios of gewoon zo. Even samen naar de bios, ja. Ja, even iets leuks, even stadijsje eten bij ze van. Gewoon even afleiding en even weg uit de rotsituatie. Dus, en luisteren. Dus ook misschien als ouders luisteren van kinderen, zeg maar. Je zou dan je eigen zoon of dochter even aan kunnen sporen van, hey, neem haar of hem eens een keer mee even naar de bios of zo. Ja, precies. Vooral als ouders snap je denk ik toch sowieso wel beter. Ook, misschien heb je het ook al niet zelf meegemaakt, maar ik denk als volwassen persoon kun je toch misschien iets meer inleven dan de jongeren. Vooral op die leeftijd middelbare school. Als ik naar mezelf terugkijk op die tijd, dan was ik met alles en niks bezig. En was mijn aandachtspannen ook echt niet veel, zeg maar. Dus dan hou je daar ook niet bezig. Je bent zo met jezelf bezig op die leeftijd. Mm-hmm. Dus dan is het als ouder juist misschien wel goed inderdaad om je kind even aan te sporen. Hey, weet je wel eens van, je vriendje gaat even door iets moeilijks heen. Ja. Ga even iets leuks doen. Luister even naar hem. Nodig hem een keer uit voor het eten, bij wijze van. Ja. Nou, dat is een goede tip, denk ik. Terwijl ik aan de andere kant ook denk dat, net als een buddy bij Villa Pinedo, is onafhankelijk. Mm-hmm. Ik ken de ouders van het kind waar ik mee chat niet. Okay. Terwijl een vriendje kan juist misschien kant gaan kiezen. Voor vader of voor moeder. Dus neutraal is soms ook gewoon goed. Neutraal kan ook heel fijn zijn. Ja. Want ik vorm geen mening over de ouders van de kinderen waar ik mee chat, omdat ik ze ook niet ken. Ja. En een vriendje doet dat misschien wel. Die kan kant gaan kiezen. Ja, die kan misschien sneller beïnvloedbaar door factoren van buitenaf. Ik kan me herinneren dat ik vroeger, ik had een vriendje van me van de basisschool, die had gescheiden ouders. Ja, inderdaad, als we bij die vader thuis waren, was het feest. Dat was echt super, weet je, kon alles voor elkaar krijgen daar. We kregen alles te eten wat we wilden, alles te drinken, mochten kijken wat we wilden, dat maakte me geen reet uit. Maar die moeder was zo streng. Dus je mocht niet super lang tv kijken, moest ik in de buiten gaan spelen. Dus je werd niet gesnoept tussendoor van ook of vlak voor het eten. Dus dan ga je als kind zie je alleen maar, als kind buiten dat gezin, zie ik ook alleen maar natuurlijk de leuke dingen die er gebeuren. Ja, dus als je s'avonds naar het eten weer weggaat, weet je begot niet wat er gebeurt. Dus dan ga je ook automatisch natuurlijk een kant kiezen wat de neutraliteit weer een beetje weghaalt. Dat zie je wel vaker, hè? Dat er bij de, als ouders uit elkaar gaan, dat dan vooral heel erg de verschillende opvattingen en opvoeding naar voren komen, zeg maar. En inderdaad, vaak statistisch gezien zijn ze vaker bij de moeder dan bij de vader. Mm-hmm. En dan wil de vader natuurlijk ook een leuke tijd hebben met de leerlingen. En dan denken ze, ik wil bij papa gaan wonen. Met de kinderen. Wat zijn? Niet leerlingen. Ja, sorry, ik ben denk zo een leerling. maar dan denken ze natuurlijk wel bij papa gaan wonen. Dan is mama gekwetst. Want ja, dat is logisch, want ja, daar doen ze alleen maar leuke dingen. En hier moet je ook de was opruimen en dat soort dingen. Dus, en daarom maken ze toch ook vaak een ouderschapsplan, hè? Toch? Als je uit elkaar gaat. Ja, vaak moet je een mediator, in ieder geval mijn ouders moesten ook voor mijn zusje. En dan moesten ze inderdaad samen een plan opstellen van wanneer mijn zusje bij wie was en hoe ze dat aan gingen pakken. En, doen ze dan ook huishoudelijke klusjes en zo verdelen? Of wat je moet eten of zo? Ik weet niet tot hoe diep gaat dat? Ik was natuurlijk zelf niet bij omdat het om mijn zusje ging. Ja. Maar volgens mij is het wel echt gewoon een beetje de basis van, mijn zusje mocht natuurlijk ook zelf kiezen eigenlijk bij wie ze ging wonen. Het is afgesproken de ene week daar, de andere week daar. Afgesproken wat mijn vader bijdraagt, geloof ik, bij de mediator. Ik een beetje baasdingen van, ook met volgens mij vakanties, als ze gewoon mee mogen op vakantie. En ook met school, als ze dingen af gingen ronden of ze allebei er naartoe gingen. En hoe ze door met elkaar door één deur gingen. Ze hebben ook samen veel gesprek gehad zonder mijn zusje. Mm-hmm. Maar dat precies allemaal. Bij zo'n mediator zit je zusje erbij? Ja, één of twee keer heeft ze erbij gezeten. Omdat zij natuurlijk ook eens moest zijn met de afspraak, omdat zij al 16 was. Mm-hmm. Vanaf wanneer mag je eigenlijk kiezen?
bij wie je blijft. Van welke leeftijd is dat? Volgens mij is officieel geen leeftijd dat je mag kiezen, want dat bestaat niet. Maar volgens mij vanaf je 12e kun je opgeroepen worden om bij de rechter je zegje te doen. En dan mag je wel een voorkeur uitspreken, maar uiteindelijk wordt zeg maar door de rechter of door je ouders bepaald wanneer je kind waar. Ligt ook een beetje aan de situatie. Ja. Is het gewoon een veilige thuissituatie en is dat ook zeg maar oké, dan kan dus ook geschetst worden van oh, nou om de week of elk weekend bij die of wat dan ook. Ja. Maar daar heb je als kind wel een voorkeur mag je uitspreken, maar je hebt geen eigen keus. Ja, precies. En ik zit met mijn zus die en haar ex-vriend, die zijn uit elkaar, ze zijn nooit getrouwd geweest, maar wel een kind samen. Ja. Toen het dus niet letterlijk gescheiden ouders, maar ook weer wel. Want die hebben ook dat soort regelingen met elkaar. Van dan gaan ze daarheen, dan gaan ze daarheen. Ja. Hou daar rekening mee, hou hier rekening mee. Met school natuurlijk. Mijn zus heeft een nieuwe vriend, die woont in Limburg. Dus dat is super onhandig, want dat kind, haar vader woont in Nuenen. Maar daar wordt allemaal heel netjes afgesproken met elkaar, dus dat is heel prettig. Maar hebben jullie ook dan te maken met kinderen die van een gescheiden gezin komen? Niet zozeer van gescheiden ouders, maar ook gewoon zoals ik zei, moeder en vader die samen waren, niet getrouwd waren, wel uit elkaar waren? Of is dat weer een ander verhaal? Nee, dat is hetzelfde. Ja. Die komen ook gewoon met, ik weet niet of daar regels voor zijn of wat dan ook. Of dat er andere gradaties in zijn. Ja, ooit is wel begonnen echt als voor kinderen van gescheiden ouders. Echt in de scheiding. Ja. Maar ondertussen is het ook inderdaad kinderen die een ouder verloren hebben. Of kinderen die uit een gebroken gezin komen die nooit getrouwd zijn. Dat was mijn volgende vraag inderdaad. Van als een ouder overlijdt, zijn die dan ook. Wat goed. Ja. Ja. Zou jij er behoefte aan gehad hebben, Leslie? Hoe oud was je je vader overleden? 24. 24. Ik had er wel behoefte aan, maar ik drukte alles weg. Dat is bij mij veel later uitgekomen. Ja? Ik heb een jaar lang heb ik alles weglopen stoppen. Van, nou ja, weet je, wat je niet ziet is er niet. Dus doe het maar gewoon weg. En dan, weet je. Maar het probleem is, wat je niet ziet is er niet. Dat stop je weg. En dat is zelfs met je kamer opruimen. Je kan alles onder je bed schuiven. Maar op een gegeven moment pelt het ook uit. Ja. En dat is bij mij echt een jaar lang oogkleppen op. Gewoon doorgaan. En eigenlijk alles wat mijn vader altijd deed. Ja? Dus mijn vader was ontzettend... die deed gewoon alles toch. Weet je, ook al waren dingen mis. Hij ging gewoon door. Ja. En dat was een beetje hoe ik het deed. Alles wat mijn vader eerst deed qua zakelijke dingen of qua zakelijke dingen, qua financiële dingen of qua dingen regelen en instanties bellen of wat dan ook, dat deed ik allemaal. Weet je, de kwartier nadat mijn vader overleden was, toen was ik alweer aan het bellen met alle instanties om het allemaal te regelen. Ja. Ik heb gewoon geen seconde tijd gehad om te rouwen, zeg maar. Heb je die genomen? Niet genomen, nee, niet genomen. Nee, absoluut niet. En dat is denk ik een manier van kopen geweest in mijn geval. Ja. Maar dat is echt een jaar of anderhalf later, toen kwam het er allemaal pas een beetje uit. En dat was eigenlijk op het moment dat ik nuchter was, zowel qua gedachten als gewoon nuchter. Mm. Pas toen besefte ik me een beetje wat er gebeurd was en hoe ik daarmee om moest gaan. Mm. En dat is echt wel een heftige periode geweest. Ja, ik bedoel, ik was 24. Ik kan zeggen wat je wil, maar het was 24 jaar, ik was nog niet volwassen. Nee. 24 jaar, ik dacht dat hij volwassen was, maar nu 10 jaar later, ik ben nu 34, kijk ik naar 24 jaar, ik dacht, jij weet echt niks. Nee, snap ik. Moet je nagaan hoe dat is voor iemand die 12 is. Precies, weet je wel. Dus echt goed, het is voor iedere situatie, of zoals scheiding, maar ook dit is heel goed jullie er zijn. Het verschil is wel natuurlijk, iemand die 12 is, daar worden zoveel handjes naartoe gereikt, en zoveel instanties gaan daarheen, heel veel naar geholpen wordt. Daarom vind ik het goed dat jullie zeggen, van het is van 10 tot met 24, 23. Heel goed dat er ook nog tot in de 20 naar gekeken wordt. Want ja, als je 12 bent, is ook super heftig. Hè? Dat wil ik helemaal niet wegstoppen van dan ook. Maar vaak is zo, als je over de 18 bent en dat shit gebeurt, is van ja, zoek hem eruit, je bent volwassen. Terwijl het natuurlijk compleet larie is. Mijn gedachten net waren ook van, oké, jij was 19, jij was dan 18 of zo. Dan denk ik, oh, wat fijn dat het dat pas toen gebeurde, zeg maar. Maar dan ben je ook gewoon een hele kwetsbare leven. Dan ben je ook jongvolwassenen, zeg maar. Dus, ja, maar even nagaan, Aart. Toen jij 18, 19 was, wat zijn de dingen die jij maar uit het vreten was op een dagelijkse basis? Niet die getuigen van heel veel verantwoordelijkheidsgevoel of volwassenheid, laat ik het zo zeggen. Dat is dus een ding. En dat wordt vaak vergeten door heel veel instanties. En mensen ook. Hè? Ik bedoel, je bent 18 en zoek hem eruit, je wordt volwassen. Er wordt totaal geen begeleiding getoond. En dat is bij mijzelf ook gebeurd toen ik 18 werd. Ik was 18 en denk, ja, ik ben volwassen, ik kan alles doen. Ik kan geld gaan lenen en ik kan alles zelf gaan regelen. En shit, rood staan. Ik kan rood staan, ja, precies. Ik heb dat ook gedaan toen. Omdat ik dacht van, ah, die volwassenheid, ik ben 18, ik kan die volwassenheid kan ik aan. Complete bullshit. Nee, klopt, dat kon ik ook niet. Nee. Ik was gelukkig na een jaar was ik al weer uit. Omdat ik, toch wel discipline had om die shit weg te werken. Ik mocht op een gegeven moment, ik mocht 1000 euro rood staan. Had ik aangevraagd, want iedereen deed dat. Ja. En ik heb er alles getekend bij de ABN. En de vrouwke, die belt mij. Ik zet het vies terug. Zeg, hey Aart, ja. En dan weet je, dus, je kan ook 2.500 euro rood staan. Oei, oei. En, maar als je dat pakket pakt, dan betaal je minder rente. En je hebt altijd zelf in de hand hoeveel je rood staat. Ik zo, doe maar.
Ja. En dan, ja, na een half jaar stond ik 2.500 in de room en ik ging allemaal rare shit kopen en zo, weet je al. Ja, het kan. Van, het kan. Ik heb het, soort van. Ja. En dat is inderdaad, ik kan er, ja. Dus ik denk dat je pas vanaf je 25ste een beetje richting volwassenheid jezelf mag noemen. En de ene gedraagt zich volwassen dan de andere, maar ook gewoon qua hersenontwikkeling is het gewoon... Maar ik denk ook, volwassen zijn is ook op je bek gaan. Is ook die fouten maken. Is ook inderdaad dat mensen verwachten van, ja, je bent volwassen, ga maar dingen doen, ga maar aan het lenen. Weet je. Dat is gewoon op je bek gaan. Ja. Toen ik 22, 23 was, ik wilde zo snel mogelijk het huis uit, omdat het liep allemaal niet zo lekker thuis. Nou, op een gegeven moment ben ik het huis uit te gaan en mijn vader overleed, dus... Dat is ook zeg maar, een soort psychologisch dingetje geweest van ik ging weg en mijn vader overleed. Fuck, weet je wel. Dat is ook kut. Maar toen dacht ik moet het huis uit. Dus ik kreeg een appartement en ik had niks. Hè. Ik had niet eens een bank. Dus ik ben op een gegeven moment, lieg ik niet, samen met met een maatje van me, zijn we een bank kunnen halen op een skateboard. We hebben die bank op een skateboard gezet en zijn we dus door de sneeuw heen, zijn we bijna een uur gaan lopen omdat we dan een gratis bank hadden, weet je wel. Dat is te fucking dom, weet je wel. Als ik nu terugdenk van hoe haal ik dat in mijn hoofd om 22-jarige leeftijd. Maar ik wilde per se mijn eigen appartement en ik wil per se mezelf wonen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke idioot. Maar again, daarom ben ik dus blij om te horen dat het tot en met 23 is. Dat ook mensen die volwassen zijn, tussen aanhalingstekens eventjes, dat die ook gewoon steun en begeleiding en een buddy kunnen krijgen. Ja, want dat viel mij wel op in mijn omgeving. Dat mensen denken, oké, je bent 19, je gaat bijna werken, dus je kan je eigen boontjes doppen en het loopt wel. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. Net wat ik toen straks ook zei, voor ieder doet het op zijn eigen manier zeer, en wat voor situatie je ook zit. Ja. En welke leeftijd daar aan hangt. Ja. Ja. Ja, juist als je volwassen bent, krijg je alles veel meer mee, zeg maar. Het klinkt heel cru, maar als je 5 bent en je ouders gaan uit elkaar, op een gegeven moment weet je niet dan dat je bijvoorbeeld ene week naar moeder gaat, andere week naar vader gaat. Maar zodra je volwassen bent, je wordt overal in betrokken. In ieder geval, ik werd overal in betrokken. Ik kreeg alles mee, omdat ik juist al een oude leeftijd had. Ja. En ik ging me ook tegen alles verzetten. Want ik was al leeftijd en ik was het echt niet mee eens met hoe alles ging. En ik was 18, dus ik liet me ook wel horen. En je gaat niet in één keer alles voor mij veranderen. In ieder geval, er veranderde thuis natuurlijk heel veel. Mijn moeder kreeg op een gegeven moment een vriend waar ik het absoluut niet mee eens was. Mm-hmm. Was ook echt geen oké man. Maar liet ik wel echt horen. En daardoor is er ook heel veel ruzie tussen mij en mijn moeder toen ontstaan. En dat is wel weer goed gekomen. Maar omdat je juist die leeftijd van, kijk, als kind van 8 kun je wel zeggen, ik vind die man niet leuk. Maar dan heb je niet zoveel te zeggen. Je hebt regeltjes waar je aan moet houden. Ik had geen regeltjes meer thuis. Ik was gewend alleen met mijn moeder te zijn. Je bent een mega puber. Mega puber. Maar 18 denk je dat je heel wat bent inderdaad. Maar eigenlijk ben je nog vet aan het puberen. En tegen alles aan het afzetten. En dan gebeurt er zoiets. Dan denk je van, ik was natuurlijk opgelucht. Maar ja, ik krijg wel alles mee en toch gaat het allemaal spelen. Ja, het is toch gewoon heftig. Ja. Weet je, hoe dan ook. Ik ben 34, ik ben steeds af en toe een pubergevoel. Ja. Gevoel, weet je wel. Die rare streken van jou, Leslie. Ja, dat sowieso, dat zonder meer. Hey, maar ik als kind zijn, ik kreeg dus altijd mee van school. Van wat ze zeiden tegen kinderen van gescheiden ouders. Ja, maar dan heb je wel 2 verjaardagen en 2 keer kerst en dat soort dingen. Wordt dat nog steeds een beetje toegepast op een of andere manier? Van dat soort dingen, de positieve kant ervan. Of is het echt alleen kopen en proberen mee om te gaan en ja, praten? Ook wel. Ik denk ook dat als je 6 bent, dat je 2 verjaardagen super leuk vindt, want je krijgt meer cadeautjes. Mm-hmm. Ik zie er tegen op om een verjaardag te vieren. Snap ik, maar wordt daar wel vanuit Villa Pinedo dan zeg maar, naar gekeken? Van hey, probeer ik tussen aanhalingstekens de positieve kant van de scheiding te zien? Of is het gewoon echt alleen met elkaar praten en ja, ik heb het boek meegenomen wat Marcia samen geschreven heeft met Demi en Floor uit mijn hoofd. Uh-huh. Sophie, sorry. Je hoeft het niet alleen te doen. En hier staan heel veel tips in. Dus, en ze proberen ook echt de positieve kant te belichten van, goh, je hoeft het niet alleen te doen en je komt er echt sterker uit. We weten dat je echt wel ups en downs hebt en dat het heel zwaar is en gaat zijn. Ja. Dus het is echt gericht aan een kind. Ja, voor de kinderen, ja. Ja, het is echt... Maar ouders kunnen er ook tips uit halen. Ja, het is wel ook een mooi boek om samen in gesprek mee te gaan met je kind, zeg maar. Ouders kunnen het ook lezen en dan denken, oh, dit is wel even mooi om, hier kan ik iets mee. Of even weer een tussenstapje om samen met je kind erover te hebben. Ja. Ik heb bijvoorbeeld iemand die, een man die recent gescheiden is met een jong kindje, maar de kindje kan nog niet lezen of überhaupt een verhaaltje horen, zeg maar. Zou je het aanraden om dat boek voor hem te kopen? Of denk je van, dat is niet van toegevoegde waarde? Ja, voor die man is denk ik wel een toevoeging waard. Ja. Hij kan alvast in ieder geval ook tips eruit halen. En misschien wel bedenken, want het kind is nog heel jong, maar misschien haalt hij er wel eens uit van, oh, dit moet ik niet doen. Of dit zal hij niet fijn vinden, zeg maar. Okay. En misschien ook al gewoon een beetje steun voor zichzelf. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, er zijn echt hele mooie handvaten in hoe je dingen aan kan vliegen. En ook heel veel voorbeelden van andere kinderen. Dus je leest ook echt van, oh ja, ik ben niet de enige die dit zo ervaart. Er zijn veel meer kinderen die dit ook zo hebben. Ja, ja. Want kijk, ik zeg ook bij de intake, heb je het standaardvraag is,
zijn jullie nog bij elkaar samen? Dat betekent dat gewoon heel veel mensen uit elkaar gaan. En heel veel mensen, ook als de kinderen op jonge leeftijd. Hè? Dat is ook echt als de, jullie, bij jullie is dan later gebeurd. Maar heel veel mensen, de tropenjaren zijn heftige jaren voor jonge ouders. En mensen scheiden of gaan uit elkaar in de eerste 4 jaar van hun kind, zeg maar. Zie je zeg maar dat er een soort van ontwikkeling is dat er minder taboe op is, op het scheiden? Is het goed dat mensen nou makkelijker uit elkaar gaan? Ten opzichte van vroeger, want vroeger had je natuurlijk ook de druk van de kerk, zeg maar. Die is er nou eigenlijk niet meer. Maar je hoort overal oudere stellen, hoor je wel zeggen van mensen gaan tegenwoordig zo snel uit elkaar. Mensen werken niet meer voor een huwelijk. Is dat dat mensen nou snel verveeld zijn en niet meer werken voor een huwelijk? Of durfden mensen vroeger gewoon niet uit elkaar te gaan en is dat negatief? Wat denken jullie? Ik denk een beetje van beide. Het is natuurlijk heel makkelijk wordt gemaakt om uit elkaar te gaan. Dus misschien dat je er ook minder voor vecht. Maar aan de andere kant denk ik, als het thuis echt niet meer loopt en het is positief om uit elkaar te gaan, dan is het fijn dat het nu makkelijk kan. Want het is niet altijd goed dat ouders per se bij elkaar blijven. Het is natuurlijk zo'n ideale situatie zijn. Maar als het thuis alleen maar ruzie is, dan is het soms ook wel gewoon beter voor ouders en voor de kinderen om uit elkaar te gaan. Ja. En om dan nog jaren door te vechten voor iets wat niet meer werkt en waar iedereen ongelukkig van wordt. Ja. Dat is denk ik ook niet goed, zeg maar. Maar ik denk ook dat er mensen zijn die denken van, nou, een paar ruzies gehad, we hebben inderdaad die zware jaren met de kleine kinderen. We gaan wel uit elkaar zonder daar echt voor te vechten of iets voor gedaan te hebben. En wat is vechten daarvoor? Maar wat is vechten voor een relatie? Ja. Wat versta je daaronder? Ik denk gewoon dat je alles aan doet om te kijken van, passen we nog bij elkaar? Kunnen we bijvoorbeeld in therapie gaan? Mm-hmm. Gewoon proberen we met elkaar te communiceren. Ik denk dat je er alles voor gedaan moet hebben. Ja. Heb je ouders er alles aan gedaan? Wel veel. Ze alles aan gedaan, weet ik niet. Maar ze hebben wel echt veel aan gedaan. Ja. Had jij graag gezien, Anouk, dat jouw ouders er meer aan hadden gedaan? Of was het wel beter zo? Ja, dat kan ik niet goed inschatten. Voor mij kwam het echt heel onverwacht, wat ik al zei. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. Of ik dat anders had gewild of niet. Op dat moment is het gewoon zo en moet je daarmee dealen. Ja. Praat jij ermee met je ouders? Of weet je of jouw coaches, zeg maar, de mensen die je helpt er ook met hun ouders over praten van, kunnen jullie niet nog een keer proberen of zo? Ik zeg niet dat het moet, hè, maar gewoon, ik vraag me gewoon af hoe zoiets van gaat. Ik heb er gelukkig niet direct ervaring mee. Ja, ik denk dat in zo'n situatie gewoon heel lastig is. Ik denk dat alle kinderen met gescheiden ouders de hoop hebben dat de ouders ooit nog een keer samenkomen. Mm-hmm. Maar ja, ook al ging het heel goed en gaan ze uit elkaar, dan is dat toch niet zo vanzelfsprekendheid. Van, goh, probeer het gewoon nog eens even. Dat is, Ik hoorde laatst een verhaal van iemand die ik ken en die man had iemand anders ontmoet en die gingen redelijk niets uit elkaar. Menneke, 2 kinderen, Menneke was 6, andere Menneke was 4. Menneke van 6, die was super boos op hun ouders. En dus ook op de moeder, terwijl die moeder er niks aan kan doen, zeg maar. En dat vond ik zo'n hartverscheurend verhaal, dat je gewoon, ook als ouder zijnde, kijk, dat die vent weggaat, die man, dat die weggaat, dat is natuurlijk zijn keuze. Maar zij kiest er ook, ze ziet gewoon de helft van de tijd haar kinderen nou niet meer. En daar kiest ze natuurlijk ook niet voor. Dat is ook heel heftig ook voor de ouders natuurlijk. En dan kan ik ook een soort van, kijk, je zegt wel vechtscheidingen, mensen kunnen toch gewoon met elkaar praten. Maar mijn vriendin zegt ook van, ik kom ouders tegen van, ja, dat de papa met de beste vriendinnen vandoor is gaan of andersom. Ja, dan gaan ze bij een oudergesprek niet meer even met elkaar aan tafel, zeg maar. Dus het is ook een beetje makkelijk oordelen vanaf de zijlijn, denk ik, hè? Ja, het loopt af en toe gewoon zo hoog op dat je, ja. En het is af en toe ook gek, want ja, je spreekt elkaar eeuwige trouw uit en je kiest ervoor om kinderen te nemen. En het volgende jaar lig je in een vechtscheiding en ga je uit elkaar. Ja. Ja, dat klopt. Dat is heel bizar. Ja. Zijn er dingen die je echt wil meegeven van dingen die je absoluut wel of niet moet doen tijdens een scheiding? Als ouder zijnde, zeg maar. Echt, doe dit niet. Eigenlijk gewoon niet negatief over de ander praten waar het kind bij is. Dat eigenlijk gewoon absoluut niet. Doen er heel veel wel, hè? Doen er heel veel wel. En het is natuurlijk ook een soort afweermechanisme. Want als je boos bent op iemand, dan ben je niet positief over diegene. En je kinderen zijn dan meestal weer in de buurt. Dus dan is het ook automatisch je kind. Oh, ik heb mijn papa dicht gedaan. Ja, dat doet altijd. Dat is het makkelijkste om te doen. Maar eigenlijk moet je dat echt wel proberen te vermijden. En praat met een psycholoog of met je vrienden. Ga daar spuien, maar niet tegen je kind. Ja, en realiseer je ook dat als je iets vervelends over je ex zegt, je dan indirect ook iets vervelends over je eigen kind zegt. Want je kind bestaat voor 50% uit jou en uit je ex. En als jij als kind voelt van, ja, maar mama zegt iets lelijks over papa, dan zegt ze ook iets lelijks over mij, want ik ben 50% van papa. Ja, dat is misschien wel een mooie
En ja, ik zou gewoon zeggen van probeer alles gewoon zo goed mogelijk voor het kind te doen en te regelen dat die er zo min mogelijk last van heeft, want het is al heftig genoeg. Het is inderdaad. Ja, en probeer je kind ook niet te vergelijken met je ex, want je kind gaat altijd op je ex lijken. Probeer ook niet je ex in je kind te zien. Dat heb ik ook wel zelf meegemaakt, maar ook wel bij kinderen die ik dan gesproken heb. Dat ik gewoon, ja, maar dan zeg je dat ik te veel papa lijk, zeg dat ik te veel mama lijk en dan kan ze niet mee omgaan of dan kan hij niet mee omgaan. Mm. Ja, doe dat ook niet, zeg maar. Je kind gaat altijd op je ex lijken, want het is 50% van jou en 50% van je ex. Ja. Maar probeer het echt je kind gewoon ook los te zien daarvan, zeg maar. Ja. Stel je, je bent een mentor op een middelbare school of een basisschool. Je bent een juf of een meester en je hebt kinderen met gescheiden ouders. Wat hebben jullie daar tips voor? Je denkt van, dit is deze rol als docent kan je gebruiken voor zo en zo. Ja, volgens mij weten docenten ook best snel, of in ieder geval zeker mentor, want ik ga ervan uit dat ouders het wel ook op school vertellen. Mm. Volgens mij moet dat ook in verband weer met gegevens. Check als mentor zijn even in bij de leerling. Heel vaak denken ze, oh, we zien er niks aan, want als kind weet je dat heel goed te verbergen. Zeker op school, als je afleiding hebt. Maar check even in, ga even, neem de leerling even apart van, hey, hoe is het nou? Ik heb het gehoord, als je iets kwijt wil, maak een veilige haven, zeg maar. Ja, dat is een hele goede tip. Het klinkt heel obvious, maar ik ben zelf eigenlijk geschiedenisdocent en ik heb veel ervaring met middelbare scholen. En ik weet dat die mensen hebben het heel druk. Ze zijn onderbetaald, ze hebben het heel druk. En de ene mentor is de andere niet. En sommige mentoren die zijn heel betrokken, maar andere mentoren die zijn op papier een mentor, maar die doen eigenlijk helemaal niks. Weet je wel. Dus het kan dus heel fijn zijn. Dan is de mentor eigenlijk ook een soort van buddy. Eigenlijk wat jullie zijn. En wat jullie eigenlijk zijn, is een luisterend oor. Ja, of als er een vertrouwenspersoon op school is, dat die even zelf aan het jasje trekt. Of als je het als docent weet, al ben je geen mentor van diegene, maar je weet het wel. En je weet dat die mentor misschien niet de beste connectie heeft met die leerling. Check even in. Hoe gaat het? En hou er ook rekening mee. Ik zat toen ook nog op school, op mijn mbo-opleiding. En daar kwam ik later pas achter, maar mijn toetsen gingen allemaal niet zo lekker. Ik kon me niet concentreren. En op dat moment wist ik niet waar het aan lag. Maar achteraf gezien, ja, was thuis was er zoveel gedoe rondom de scheiding. Ik kon op school me niet 100% focussen op school. Dus misschien daar ook wel rekening mee houden. Als je ook ziet dat cijfers omlaag gaan. Van misschien even ook kijken van, oh, gaat het? Kun je concentreren? Wat kunnen we doen om je daar weer in te helpen? Ja. Oké. Okay. Mooi. Leslie, heb jij nog een vraag? Eigenlijk bij alle vragen die ik heb, die zijn beantwoord in de korte tijd. Ik zit vooral een beetje te denken aan natuurlijk gescheiden ouders. Dat is maar dealen jullie zelf ook, of dealen jullie? Praten jullie ook met jullie zelf, dus niet alleen de organisatie, maar jullie zelf ook met ouders die kinderen zijn verloren? Of hebben jullie daar ook kinderen die ouders hebben verloren, andersom? Of hebben jullie daar weer andere mensen voor? Is het echt per discipline, om zo maar te zeggen, weer verschillend met wie je praat? Nee. We zijn nu eerst al wel wat forum, mensen die echt alleen met forum bezig waren, waar vragen op kwamen, en echt buddies. Dus nu allemaal samengekomen. Okay. Dus eigenlijk iedereen die kan op forum reageren, of die kan een kind onder zich krijgen. Ja. Er wordt wel gekeken dat er een beetje een match is, zeg maar. Bijvoorbeeld, stel, ik heb heel lang bijna geen contact gehad met mijn vader, dus dan gaan ze bijvoorbeeld wel kijken, oh, er is misschien ook een meisje die geen contact heeft met haar vader, die ze aan mij koppelen, dat ik ook weer bijvoorbeeld mijn positieve ervaring kan delen, dat ik wel weer contact heb met mijn vader. Ja. Maar dat ik dus ook kan levelen met hoe zij zich voelt. Ja, precies. Dus er wordt wel een beetje gekeken naar hoe ze matchen, dat het een beetje bij je past. Dus ik weet niet of we misschien toevallig een buddy hebben die een ouder verloren heeft, maar die zal misschien eerder ook gekoppeld worden aan een kind die een ouder verloren heeft. Ja, precies. Ja. Er wordt wel naar gekeken, maar het is niet per definitie een uitsluitsel of zo. Nee, want ik heb ook wel eens gehad een kind gehad die niet matchte met mijn verhaal, maar waar ze wel van vonden van, misschien kun jij diegene wel het best op weg helpen. Of momenteel hebben we niemand die precies matcht, maar we denken wel dat jij het beste met diegene kan praten en luisteren door kan bieden. Ja, want hoeveel buddies heb je? Of in ieder geval, zeg maar, met hoeveel kinderen praten jullie? Ik heb momenteel 3. 3. En ik 2. 2. En dat is een beetje het gemiddelde, 2, 3, soms 4, soms 1. Ja, ik heb er ooit 4 gehad, soms 1. Ja. Ligt er ook net aan hoe lang het kind behoefte heeft aan contact. Dus ze bepalen zelf wanneer ze klaar zijn met het contact en geen contact meer willen. Oké. Okay. Dus, ja. En hebben jullie ook wel eens dat zeg maar, dat je iemand, gebeurt bij de stichting, misschien niet bij jullie, maar dat wel eens gebeurt van, ja, deze heeft zoveel problemen en issues, die moet ik echt even doorsturen, zeg maar. Ja, dan zijn wij ook niet verantwoordelijk, want wij zijn ook geen hulpverlener in dat opzicht. Ik heb wel die opleiding gedaan, maar ik ben geen hulpverlener in mijn rol als buddy. Mm-hmm. Als ik iets zorgelijk zorg, ik heb bijvoorbeeld een meisje gehad
die praten over zelfmoord. Dan bel ik direct met Villa Pinedo. Het gesprek wordt zorgelijk. Wil jullie alsjeblieft meelezen en contact opnemen met haar? Mm-hmm. En dan nemen zij contact met diegene op. En dan gaan ze diegene doorverwijzen naar van... het is misschien goed voor jou om met die en die te praten. Hier heb je telefoonnummer, kunnen wij je koppelen aan iets, zeg maar. Dan houdt het voor ons ook op, zeg maar, als buddy. Ja? Ja. Dan hoeven wij ons daar niet mee in te bemoeien. Dat mogen we ook niet, want daar de meesten zijn niet voor opgeleid, laat ik ook zo zeggen. Nee, snap ik. Dan is het echt de taak van hoofdkantoor Villa Pinedo, die daar zitten van, oké, nu is het voor hun. Ja, die doorsturen naar hulpverlener en daar gaat natuurlijk... Wauw. Maak je vaak van dat soort dingen mee, die dingen, dat je mensen door moet sturen, of valt het mee? Ik heb dat gelukkig nog niet meegemaakt. Ik heb het 2 of 3 keer meegemaakt. En ik ben nu volgens mij via buddy, dus... Via? Ja. Hoe lang ben jij buddy? 3 jaar. 3 jaar, oké. Okay. Kom je goed weg eigenlijk als je dat soort dingen natuurlijk... Nou, gelukkig wel, Lijkt me heel heftig, want dat soort dingen neem je ook al mee, lijkt me dan. Zeg maar, als je er klaar bent, aan het eind van de dag, bij wijze van... dat je dat toch wel eventjes meedraagt met je. Ja. Probeer het wel los te laten. Het scheelt natuurlijk ook wel dat ik dus wel een opleiding in hulpverlening heb gedaan. Het scheelt wel, ja. Maar ik heb wel 1 keer gehad dat ik ook echt meteen en via de gebeld dat ik een hele rare situatie had... En dat wel nog even doorgespeeld heeft. En dat ik ook nog wel even met het kantoor erover gebeld heb. En even te bespreken hoe het nu allemaal gegaan is. En wat er gebeurd is. En, je bouwt ook wel een band op met die kinderen, vind ik. Ja. Buiten de app om hebben we geen contact met ze. Dus niet via social media of WhatsApp. Of echt alleen via de app. Maar toch, je sluit zo'n kind wel echt in je hart. Snap ik wel. Want praat hij wel onder je eigen naam? Ja. Okay, gewoon alleen de voornaam. Ja, er zit ook wel een fotootje bij. Hun mogen zelf kiezen of ze een foto willen plaatsen, kinderen of niet. Ons is toen gevraagd wel een foto van onszelf te plaatsen. Zodat een kind ook weet, een beetje een beeld heeft van wie ze aan het praten zijn. En wat ook wel fijn is in de app, je kan ook spraakberichten sturen. Dus soms is het te lastig om een lang bericht te typen. Dan kun je ook, hebben ze ook even je stem gehoord. En dan kun je ook via een spraakbericht Ja, je kan ook inderdaad foto's of plaatjes sturen of gifjes en zo. Dus dat is ook wel heel fijn. Want af en toe heb je wel eens een kind dat wat minder zegt. Maar die je wel nog even... een hart onder riemen om het hart te steken. En dan kun je ook echt even een plaatje sturen. Van, ik hoop dat alles oké gaat. Of fijne dag. Of ja, precies. Dan wordt het wat minder formeel. Ja. Wat losser in het gesprek. Ja. Hebben jullie wel eens gehad dat mensen jullie toevoegden op social media of wat dan ook? Nee, zeker niet. Nee, ik ook niet. Okay. Dat vraag ik me af. En ik krijg dat van leraren best wel vaak te horen. Of niet vrienden van de leraren zijn. Kinderen proberen toe te voegen. Ja. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, in principe weten ze onze woonplaats niet. Ze weten onze achternaam niet. Dus het is wel heel moeilijk zoeken, denk ik, op social media. Oké. Dat scheelt dat jullie ook aan Sarah heten. Ja. Voor mijn geval is het iets makkelijker zoeken, waarschijnlijk. Ja. Nee, ja. Was ik wel benieuwd naar. Nou, dat is wel vaak. Hè. Mensen hulp verlenen of leraren, dat leerlingen... kinderen, leerlingen, die mensen interessant vinden. Maar ja. Inderdaad, leraren, die moeten... en dan moet je er ook voor waken. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Vroeg maar. Zitten er überhaupt voordelen aan scheidende ouders? Zo, is er iets dat je denkt van... Ja, bij mij was geen ruzie met thuis. Dus soms is het gewoon echt beter. Het was ook veel beter, want niemand werd er gelukkiger of beter van dat ze bij elkaar bleven. En uiteindelijk was het beter. En er zitten natuurlijk de situatie eromheen, dat was niet fijn, maar... Uiteindelijk was het niet beter geworden als ze wel bij elkaar waren gebleven. Dus Oké. Ja, nee. Dat een van de enige redenen is dat iedereen er gelukkiger van wordt. Ik denk dat het lastig is natuurlijk voor misschien wel ouders. Wanneer komt het punt dat het beter is? Ja bij ons was gewoon elke dag... Fysiek geweld, sowieso klaar. Weet je wel, dus dan is het sowieso beter als je uit elkaar gaat. Maar ja, als het al ruzies is, wanneer ben je een... waar ligt die grens? Weet je de les niet? Nee, ik weet niet wat de grens ligt, omdat ik zelf ik ben er nooit gescheiden en B, ik heb geen gescheiden ouders en ik heb ook niemand direct in mijn directe omgeving er even last van. Het was natuurlijk met mijn nichtje, maar ik denk dat die grens ligt bij je besluit van de ouders die allebei volwassen en verstandig genoeg zijn om te zeggen van nu gaan we uit elkaar, want dit wordt zwaarder voor de kinderen dan dat het goed doet. Mm. En of dat nou is met woorden. Doe jij wat je zegt, weet je wel, huiselijk geweld is meteen klaar. Maar wat is met woorden of super passief agressief gedrag, dat kan ook al leiden tot een hele nare situatie thuis, lijkt me. En dat ook al genoeg kan zijn voor een scheiding. Het vreemdgaan is voor sommige mensen natuurlijk ook al, heel, in ieder geval voor heel veel mensen, al genoeg reden om te gaan scheiden. Financiële verduisteringen.
Er kan ook natuurlijk al een ding zijn dat je stiekem gokverslavingen en dat soort dingen zijn. Dus er kunnen ook heel veel triggers daarvoor zijn. Dus ik denk dat het niet de pinpointen is, lijkt me. Again, ik ben geen ervaringsdeskundige. Maar het lijkt me heel lastig te pinpointen om waar dat precies het punt ligt dat je gaat scheiden. En dat het voor iedereen anders is. Ja. Weet je, als je nou met een gokverslaving rondloopt en vervolgens blijkt dat je nog een heleboel bij vrienden thuis leggend jatten bent. Ja, weet je, dan heb je het al heel lang volgehouden, denk ik. Ja. Oké. Nou, ik denk dat we er zijn. Ik denk het ook inderdaad. Ik heb een heel interessant gesprek gehad. En ik heb gefascineerd zitten luisteren. Ik hoop, jullie zijn nou, jullie hebben 400 buddies, 2 leerlingen. Dus jullie hebben 800 leerlingen. Leerlingen, 800 kinderen helpen jullie nou. Hoeveel hebben jullie in totaal al geholpen, denk ik, als stichting? Duizenden? Tienduizenden? Ja, daar gaat het wel echt om, denk ik. Nou, en het is allemaal gratis en voor niks. Ja, oh, voor de kinderen, zeg maar. Ja. Dat is echt super mooi. Ga vooral zo door. Ja. We zetten sowieso in de show notes zetten wij. Waar we kunnen vinden, natuurlijk, de website en alle informatie. Ja, en laten we hopen dat veel mensen dit luisteren en denken van hey, ik wil hier gebruik van maken. Want ze zijn er voor die kinderen. En zoals Anouk al zei, je komt er sterker uit. Het is gewoon, gewoon kloten, je moet er doorheen. Maar moet maar. Je hoeft het niet alleen te doen. Nee, je hoeft het zeker niet alleen te doen. Zoals het boek heel mooi heet. En dus bestel het boek ook. Die link gaan we ook even erin zetten. Ja, zal ik ook even naar En mooi. Ja, en ook op de website zelf staat heel veel informatie. Ook als je geen buddy wil of geen behoefte hebt aan buddy. Er is ook een forum waar je vragen kan stellen. Eenmalig of vaker. Zoals ik al zei, staan open brieven voor tantes, voor ouders. Noem het maar op, zeg maar. Je kan heel veel ook vinden voor jezelf. En als ouder zijn, maar ook als kind zijnde van gescheiden ouders. Ja. Heel mooi. Dat is super. Dat is gewoon echt even Villa Pinedo. Pinedo. Ja. Villa Pinedo. Je gaat het één keer goed doen. Dat komt goed. Ja, ik weet het. Dus komt door die Villa. Villa? Villa. Villa Pineda. Ja, ik zeg maar, de enige Pineda die je kent, dat is volgens mij een honkballer. Dus, Pinada. Pineda. Maar ik heb Pineda volgens mij. Villa Pinedo. Okay. Maar niet uit. Villa Pinedo. Villa Pinedo. Zeker weten. Kijk naar de link. Kijk op social media. Leslie? Ja, take it away. Zeker weten. Sarah, ik dank jullie dat jullie waren vandaag. Super fijn. Zet alles in de show notes. Ik wil nog even alle luisteraars bedanken dat je luistert naar deze podcast. Wil je meer horen over ons? Abonneer dan ook op ons kanaal. Dat kan op YouTube, dat kan op Spotify, dat kan op SoundCloud, dat kan op iTunes. En natuurlijk op Instagram kun je ook ons volgen. En daar zie je ook allerlei dingen voorbij komen. Vergeet ik niet even de upvote, duimpje omhoog en dat soort dingen. Het goed voor het algoritme, dat er meer van dit soort leuke podcasts kunnen doen. We hebben nog wat aardig wat interessante gasten in de pijplijn zitten. Jazeker. Dus abonneer je vooral. Yes. Ja, dankjewel voor het aanwezig zijn. Ja, bedankt. Sarah en Anouk allebei, dankjewel. Heel erg bedankt. Super tof. En dan horen jullie ons volgende keer weer. Dankjewel. Dankjewel. Doei.